surfenteam, meisjes van 10 en 11 jaar. En opnieuw is dit een vierde manche. We hebben aan de static van Nevedal, Daphne Kappert. Voor de Flying Bikes, Jenny van Dam. Voor Geldermalsen, Yvonne Winters. Voor BMX Apeldoorn, Danique Nichols. Voor FCV Unitas Assen, Mireille Bakker. En ook Anouk Castro komt uit voor Assen. En de dame die 1-2-1 scoorde, die mag het dus gaan afmaken voor de IJsselcrossers. Thuisrijder Michelle Wissing. Dames, succes. Oh, daar zien we Daphne Kappert de stap al helemaal missen. En dan moet ze helemaal achteraan aansluiten. Kan ze nog wat gaan goedmaken? In ieder geval zien wij voorop. En dat is iemand anders dan wat ik verwacht had. Het is in ieder geval 6-8-6. En dat is het nummer van Anouk Castro. En als Anouk Castro deze weet binnen te halen, dan wist hij ook gewoon de titel binnen te halen. Maar kan er nog een aanval komen van de thuisrijder? Van, even kijken, Michelle Wissing. Want zij is die winst ook nodig. Dit is dus spannend tot aan de finish. Op 3 zien we 2.55. BMX Apeldoorn zien we Danique Nichols. Maar ook Mireille Bakker zit er nog goed bij, hoor. En die lijkt daar door te schuiven. Maar vooraan is het in ieder geval alweer een gaatje geworden. En dat betekent gewoon dat Anouk Castro hier de winst gaat pakken. En dus niet Michelle Wissing. Want als zij 2-1-2 wordt, dan wordt zij ook gewoon 2 totaal. Dus gaat de winst naar Unitas Assen met Anouk Castro.